De stichting Beter Wonen Morgenstond heeft een kalkenzuiger in bruikleen gekregen van het ministerie van Openbare Werken. De stichting heeft op eigen verzoek de machine die inactief was gerepareerd. Op zaterdag 19 februari tekende zij de leenovereenkomst met het eerder genoemde ministerie. Wij spraken buurtbewoner Rolle Verwij, tevens lid van Stichting Beter Wonen Morgenstond. We zijn blij dat het initiatief wat vanuit de buurt komt, dat het eigenlijk is geapprecieerd door het ministerie. En dat we eigenlijk zelf kunnen werken met ondersteuning van het ministerie aan in feite het ontwateren van Morgenstond. Wat eigenlijk al sinds jaar en dag een grote uitdaging is. Dus we zijn blij dat we eigenlijk met het heringebruik nemen van de kalkenzuiger, dat we ervoor kunnen zorgen dat we op eigen initiatief aan betere de droge voeten kunnen bewerkstelligen. Het traject hier naartoe is vele uren, vele avonden. Zoals u heeft gehoord, was het eigenlijk een kalkenzuiger die op de veiling stond. En er moest echt van alles aan gedaan worden. Van laswerken tot nieuwe pompen, tot nieuwe zuigslangen. Alles is gedaan. Eigenlijk is er heel veel manuren is er ingestoken om ervoor te zorgen dat we het in ieder geval weer in de operations fase kunnen krijgen. En dat is gelukkigerwijs is dat gelukt. Eigenlijk met de inzet van zeker een toffe kerngroep hier in Morgenstond. Wil je de problemen in de buurt oplossen, denk ik dat je de hand in eigen boezem moet steken in eerste instantie. Waarbij je niet moet onderschatten wat je als buurt met elkaar kan realiseren. We hebben het hier gezien dat je als je met z'n allen natuurlijk de handen bijeensteekt, dat het te doen is. En dan komt er uiteindelijk wel assistentie nodig, is er nodig vanuit het ministerie. Want als zij daar eigenlijk het voordeel hiervan niet hadden ingezien, hadden we nu ook geen project. Dus dat is ook wel belangrijk om te mentionen. Maar in eerste instantie denk ik dat de buurten veel kracht hebben intern. En dat moeten we denk ik met z'n allen meer gaan bundelen. Zodat we in ieder geval ervoor zorgen, wij leven ermee elke dag. En wij moeten ervoor zorgen dat we het kunnen oplossen in eerste instantie. Naar aanleiding van die wateroverlast hebben wij als directie aan tafel gezeten om te kijken wat gaan wij waar met welke middelen proberen op te lossen. En zo weet je dat we een aantal dingen in de openbare aanbesteding hebben gegooid om ook in elk district zichtbaar te zijn en wat te doen. Want het is leuk om alles in Paramaribo te zetten, maar dan gaat een ander district gillen. Dus we hebben een paar weken terug start zijn gegeven in Nikeri. Waar er ook een structureel probleem is. Daar is een start zijn gegeven eigenlijk voor landelijk, waar we vanwege de begroting 2022 wat gaan doen aan ontwatering. Dus laat me u namens het ministerie van OW met de hele staf feliciteren, want dit is een gedurfde stap. Ik wens jullie veel succes. Als er andere initiatieven zijn, let me know. Maar laat dit een voorbeeld zijn, ook voor andere buurtresorten. Laat me je zeggen, er zijn andere buurtresorten die andere dingen doen. Ik heb gezien dat er buurten zijn waar men de eigen weg bezandt en gridert. Naar aanleiding van die flyers. Zo hebben we buurten die zelf maaien in hun project. Het zijn kleine buurtinitiatieven die heel goed werken. Dus het gaat goed. En waar de overheid echt zwaarwichtig moet inkomen, dat gaan we zeker doen.